In Nederland staan nog veel jongens en meisjes langs de zijlijn en hebben het gevoel dat ze niet meedoen. Opa Nelis, de zingende glazenwasser, die nam deze jongeren in de vorige eeuw mee vanuit de Schilderswijk naar plekken waar weer hoop en perspectief werd geboden. Nelis die gaf ze een schop onder hun hol de ladder op, maar ook gewoon een arm om hun schouder als het eventjes tegen zat. Er is veel veranderd sinds de tijd van opa Nelis, maar de menselijke maat is nooit verdwenen en nog steeds ons belangrijkste goed. Maar dat is een liedje ongeveer dat ik heb, dat ik ga releasen. Ik vind hem goed. Dankjewel. Ik ben glazenwasser geworden omdat ik had de cursus al gedaan in de detentie. Ik wist nooit wat over glazenwassers eigenlijk. Alleen toen ik ben naar Nederland gekomen. En ongeveer toen ik 16, 17 was, zag ik pas, ja. En gelukkig, ik wist niet eens dat mensen, er wordt zo werk, dat mensen maken de ramen schoon. Ik had nooit opgelet op die ramen tot nu toe. Maar ik zie nu pas dat het echt veel werk is en het echt een vak is en echt serieus iets is. We gaan even impact maken. Hey Jamali. Hey. Alles goed? Ja, zeker met jou. Lekker man. Lekker bezig? Zeker. Super. Als je nou zo meteen hier klaar bent, moet je even kijken, want Jack komt zo meteen aanrijden. En dan kun je even helpen met de spullen naar achter brengen. En misschien gelijk even afvullen. Oké. Okay. Ging het goed? Ja? Naar achter. Ja. Als je aanhanger even terugzet. Oké, is goed. Super. Ja. Gaat het goed? Zeker. Ja? Lekker bezig. Zeker. Is dat blinken? Lekker aan het blinken. Ja, zeker. Goed zeker. Man. Top. En moet ik dat nu doen met Jack? Of? Doe het maar even gelijk. Dan is hij ook blij. En dan heb je dat af. En dan kunnen we daarna even kijken voor het volgende. Ja, ja? Dan ga je mij wat paar dingetjes leren. Sowieso? Sowieso, ja? Elke dag leren. Dus ik kan nog steeds wat van jou leren? Zeker weten. Zo, zeker weten. Ik dacht van oude honden kan je niet meer leren. De hele oude fiets moet je het leren. Oh ja, geloof. Zal ik aan de andere kant staan? Nee, is goed. Wil jij de stekker erin stoppen? In een stopcontact? Ja. Toch op? Ja. Kom maar. Kijk, Jamali is natuurlijk gewoon een jonge schoolvoorbeeld van het soort jongens die wij hier op de werkfabriek of bij Nelis binnenkrijgen. En daardoor is hij gewoon niet anders dan veel andere jongens die van de straat komen en de nodige problemen hebben. En, een stukje geborgenheid missen, waardering, vriendschap, maar ook ja, dat ze ertoe doen. En als we dat met Nelis kunnen geven aan deze jongens, weet je, dan zijn we gewoon al echt een stap verder. Mijn jeugd was heel zwaar, een achtbaan. Ik kwam in situaties terecht dat geen kind moest komen op zijn leeftijd. Ik was ook veroordeeld toen ik 14 was, naar een hele lange gevangenisstraf in een ander land. Waardoor ik ben hier naar Nederland gestuurd toen ik 16 was. En toen ik ben naar Nederland gestuurd, ging er meer deuren voor me open. Meer vooruitzicht op mijn toekomst, weet je. En ja, dat heeft me gewoon geholpen. Overal heb je negatieve invloeden, man.
speciaal in Nederland heb je negatieve invloeden, omdat hier juist veel dingen legaal is. Net als drugs, bepaalde drugs en zo, is gewoon legaal hier. Waar ik vandaan kom is niet legaal, snap je? Dus je wordt meer, is meer normaal om hier bepaalde dingen te doen, net als roken, blowen. Maar jij moet gewoon sterk in je schoenen zijn, maakt niet uit waar je bent in de wereld, om tegen dat negatieve te vechten, snap je? Kijk, hij is er gewoon nog lang niet. Hij heeft het nodige meegemaakt, er zit echt wel een kras. Maar hij wil graag veranderen en hij wil er wat voor doen. En hij heeft ook door dat het iets oplevert, hè? Dat hij kleine successen viert. Dus dat hij een stap verder komt en positieve dingen meemaakt in zijn leven. En dat kan hem natuurlijk ook weer helpen in het vervolg. Mijn droom over de toekomst is, ik wil heel erg wat doen met mijn muziek. Gewoon dingen doen die ik leuk vind, weet je. Ik wil graag ook naar Amerika terug met mijn familie en mijn eigen bedrijf starten. En wat voor bedrijf, dat maakt niet uit. Als lang als het iets positiefs is en iets die kan mijn familie voeden, snap je? En iets dat kan anderen ook helpen. Bijvoorbeeld, ik zat eraan te denken misschien om een nails open te maken in Amerika. Samenwerking met de grote Ian aan te gaan. Nee, ik zie ook heel veel van mezelf terug. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik heb niet het leven gehad zoals John Marley dat heeft. Ik durf echt te zeggen dat echt een stuk heftiger is. Maar ik herken wel veel van zijn struggles en de dingen die hij meemaakt. Ook van de jongens waar ik vroeger mee omging. Ik heette vroeger de advocaat, omdat ik al werkte en al dingen wist en goed kon praten. Maar ik had ook jongens in mijn omgeving die het moeilijker hadden en die verkeerde keuzes maakten. De criminaliteit terechtkwamen, verslaafd raakten. Ik bedoel, heel veel jongens zijn bij mij weggevallen, overleden ook, die daar aan ten onder zijn gegaan. Ik heb ook dat leven of die buurt ook vaarwel gezegd toen het beter met mij ging. En dat vind ik op zich fijn, want daardoor heb ik het nu heel goed. Maar op een of andere manier vind ik het toch leuk dat ik door John Marley te helpen ook weer voor mijn gevoel iets terug doe. Voor waar ik vandaan kom en de kans die ik wel bijvoorbeeld heb gehad. En dat vind ik dan ook wel weer heel mooi eraan. Ik bedoel, dan ben ik aan het luisteren naar hem of dan spreek ik met hem en dan zie ik hoe die... hoe die over ons praat, dat vind ik, ben ik gewoon trots. Ik bedoel, dan ben ik ook gewoon een mens. Ik bedoel, het is niet dat het mij niks doet. Dat vind ik gewoon heel mooi. En je bent gewoon blij met de successen, omdat er ook, dat zie je niet, maar er zijn ook veel verhalen waarbij het niet lukt. Waarbij ik denk, hey joh, we gaan met jou aan de slag en dat zo'n jongen dan niet meer opkomt dagen of andere keuzes maakt. Ik geloof ook dat dat een golfbeweging is, hè, dat iemand net nog niet klaar is voor de stappen die wij willen maken. En je moet ook niet denken dat je God bent. We kunnen niet de hele wereld veranderen. We kunnen maar hele kleine verschillen maken. Die net soms genoeg zijn en vaak ook niet. Ik ben blij dat we deze kans voor hem hebben kunnen bieden. Maar dat hij ook nu de volgende stap kan maken. Door nou bij een mooie werkgever aan de slag te gaan. Dus ja, ik ben hier gewoon heel blij mee. Succes. Dank je. Maak het wel. Ciao. Hey jongens, fijn dat we even bij elkaar zijn. Om het even over John Marley te hebben. Ik krijg van de leermeesters terug dat hij echt het heel goed doet. En dat hij stappen maakt, vaktechnisch. Maar ik ben even benieuwd, Frederik, wat jij nu meekrijgt. Ik ben super trots op John Marley. Hij doet het echt heel goed. Werkt hard, betrouwbaar, altijd op tijd. Echt een bijzondere jongen. Via proefplaatsing via de gemeente Den Haag bij ons teruggekomen. Recent aangenomen. Maar eigenlijk merk ik dat hij al wel klaar is voor de volgende stap. Dus we zouden hem heel graag bij jou willen voorstellen. Ja, ik heb John Marley net ook gesproken. En ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij. En op basis van jullie verhaal ga ik hem voorstellen. Maandag gaat hij op gesprek bij de voorman. En ik weet zeker dat het een plaatsing wordt.
We hebben Joe Marley 2 weken geleden uitgenodigd op voordracht van Ian. Hij is op gesprek gekomen bij mij in dit geval om in dienst te komen als glazenwasser in Schiedam. Facilicom is een facilitaire organisatie die op het complete facilitaire dienstenspectrum actief is. Van inmiddels weer catering tot aan schoonmaak, beveiliging, receptiediensten en alle diensten die je kan bedenken, daar zijn we mee actief. Vanaf het begin af aan een hele prettige verschijning, netjes. Eigenlijk een uitstraling die wij wel van onze glazenwassers wensen. En daarom zijn we met hem in zee gegaan. En hij heeft nu, krijgt vanaf vandaag de kans om bij ons ervaring op te doen en te laten zien wat hij bij Nelis heeft geleerd. We hebben hem gekoppeld aan een zeer ervaren leermeester. Dat is Sander van Henten. En Sander is bij ons ook voorman. Dus iemand die alle klappen van de zwepen kent. Dus hij weet hoe het werkt binnen GOM. En hij gaat John Marley mooi op sleeptouw nemen om hem een nieuwe stap in zijn carrière te laten maken. De samenwerking met Nelis is voor ons enorm belangrijk, omdat zij iets kunnen wat wij niet kunnen. En dat is het gat verkleinen tussen de straat en de werkvloer. En wij zijn heel goed in mensen opvangen zodra ze eenmaal bij ons binnenstappen. Maar wij zijn niet zo heel goed in die jongens van de straat afplukken. En die jongens te motiveren om het eerste stapje bij ons binnen te komen zetten. En daar blinkt Nelis in uit. En dat is voor ons een van de belangrijkste redenen om met Nelis in zee te gaan. Voor ons is een continue instroom enorm belangrijk, omdat wij ook uiteraard willen blijven groeien. Wij zijn de marktleider op het gebied van specialistische reiniging. Maar wij willen die positie minimaal handhaven en eigenlijk door blijven groeien. Dus wij zullen aan onze onderkant moeten werken aan instroom. En dat proberen we op verschillende kanalen, maar een van de belangrijkste is via de sociale impact. Met een organisatie als Nelis, jonge, talentvolle medewerkers binnenhalen. Vervolgens hun stappen zetten en wellicht klaar zijn voor een nieuwe stap. Binnen onze organisatie of binnen andere organisaties. Maar wel ons bedrijf gebruiken als groeimiddel. Profiteit. Dat als ik Raman en Zeeman op een rij en ik moet gewoon doorgaan, het maakt je leeg, je hoofd wel leeg. Ik weet niet wat het is, maar je zit gewoon in een trance en je bent gewoon aan het doorgaan. Het heeft iets rustgevends. Wel, ik zeg je eerlijk. Een soort ritme, een soort... Ik weet niet hoe je moet het uitleggen. Ik heb een liedje die gaat... die ik moet releasen, eigenlijk. En het is een liedje die heet Hard Knocks, omdat ik heb een slechte tijd achter de rug gehad. En ook met jongens die heeft een slechte tijd achter de rug gehad. En we uiten onszelf op deze liedje en dat we ook niet kunnen blijven in die harde tijden, in die Hard Knocks leven, snap je? Je moet ook vooruit gaan, maakt niet uit wat. Het liedje heet Hard Knocks. Let's up yourself to times, you know what I mean? Big salute to Farouchi. Yo, Twizzle, bless up yourself, yo. Yours truly, Billy Faye. Big salute to Lion. You know what I mean? It's been a hard knock life for me, because of one word I treasure the most. Yeah, that word called loyalty, I've been there, done that. For my dog, I bust that. And saw that same dog, forgot who I was and turned rat and became my opposite.
And I don't know why I keep calling this nigga my dog. This shit's a compliment. Should've thought that you was a fraud. First time you cocked it yet. You said you was cut from a cloth. You made a stocking that I beat this murder charge on my own. With pure common sense. Fuck nigga, bet you thought I was gone. Cause of your testament. But too bad, guess what, man, I'm home. And I won't regret leaving your ass out in the cold like you did to me. But the difference between me and you is I was built for the freeze. I was built for the heat. Down streets, Navy SEAL, built to withstand any degrees. Stand tall, and if I fall, never stay on my knees. I just turn to the Lord and ask Father God, shine your light and shine it bright, cause I'ma need it in this hard knocks. This life, it had me caught up. Every day I wanna ball up. And I can't trust nobody, cause they moving like they call cops. Every 7 months, another 7 bodies gone up. Hard knocks. I could tell you about them hard knocks. You would find me on them yard blocks. And I can't be stuck forever. It's time for me to call shots. Shit,